Eva Simons en Sydney Samson zijn helemaal hout op de boter van elkaar. En maandag wordt die liefde bezegeld met een huwelijk. Vandaag spraken we Eva en ze is toch best wel een beetje zenuwachtig. De afgelopen maanden zien Eva en Sydney even geen studio's en podia, maar bloemenzaken en bruidswinkels. De planning van het huwelijk is een race tegen de klok en dat zorgt toch wel voor een beetje stress. Nu ben ik er wel echt wel mee bezig. Zometeen ook mijn jurk passen weer voor het laatst. Ja, dat wordt wel heel spannend. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg gelukkig of zo. Alles draait in één keer zo om de liefde. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder, heel mooi. Nu het aftellen is begonnen, komen de zenuwen ook opzetten. Maar dit soort plankenkoorts is helemaal nieuw voor de rasartiesten. Het spannendste vind ik toch wel dat je dan zo die zaal binnenloopt. En dat dan je hele familie daar zit en al je vrienden. En dan loop je daar. Ja, heel weird denk ik. Maar ja, ik denk alleen maar gaan giechelen de hele dag. De grote vraag is natuurlijk, wat trekt Eva aan op de mooiste dag van haar leven? En wat doet ze met haar enorme rode hanenkam? Nou, ik ga morgen naar de kapper en hopelijk gaat hij niet verpesten. En wordt het hartstikke mooi. Maar ja, ik ga wel iets moois doen. Ik kom op de straat waar mijn vader is geboren. En nou, ik krijg er nog een kippenvel van. En daar zet ik gewoon een winkeltje en daar vind ik gewoon mijn jurk. Dat vind ik gewoon bizar. Weet je wel, ik kom overal ter wereld en ik kon echt nergens een jurk vinden. En vind ik hier gewoon, de eerste jurk die ik ook paste, was het gewoon. De jurk is ten eerste vind ik hem prachtig. Hij is ook wel een beetje wild. Wel een beetje Eva, maar wel Eva meets traditioneel. Met een bruidspaar dat bestaat uit een DJ en een zangeres zijn er natuurlijk hoge verwachtingen van het feest. Een oudbollig coverbandje op een podium, daar kom je natuurlijk niet mee weg. Er komen wel een paar mensen uit Amerika inderdaad. Eerst hebben we wel echt een schema met deze band gaat dan spelen en daarna gaat die DJ draaien. Maar ja, op een gegeven moment dan gaat denk ik iedereen een beetje draaien. Dat wordt gewoon hartstikke lachen. Ik ga denk ik wel even back-to-back draaien met Sid. Dat denk ik wel. Dat vinden we ook samen heel leuk. Dus dat gaan we wel even doen. Leuk. Ja, leuk hè. We hebben Sydney Samson aan de telefoon vanuit Zwitserland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, Oostenrijk trouwens. Oh, Oostenrijk. Oké, okay, nou goed. Ja. Ligt in ieder geval ergens hoog. Hey, maandag is de grote dag. Ben je zenuwachtig? Nou, gezonde spanning. Ik heb er gewoon heel veel zin in eigenlijk. Hey, we zagen net Eva helemaal stralend van geluk vertellen dat ze best wel veel moeite heeft moeten doen om een bruidsjurk te vinden. Heb jij hem stiekem al gezien? Nee, ik heb echt geen flauw idee. Ik heb niks gezien. Dus voor mij wordt het echt een verrassing. En heb jij lang moeten zoeken naar je pak? Nee, bij mij ging het eigenlijk best wel snel. Ik heb gelukkig maatpakken kunnen maken bij Rietberg, het Westvoort. Dus ik ben helemaal gelukkig. Ik ben er helemaal klaar voor. Hey, je komt morgen weer terug vanuit Oostenrijk en heb je nog 3 optredens staan. Is dat niet een beetje stressvol allemaal nog zo voor die maandag? Mensen die mij een beetje kennen, ik ben niet zo snel gek te krijgen. Dus ik ben altijd heel ontspannen. En zaterdag gewoon even 3 gigs en dan zondag een relaxdagje en dan maandag gaan we feesten. Wauw, ongelooflijk hè? Hey, ja. Vertel, dit wordt volgens mij een hysterisch feest. Er is een heel draaiboek. Ga je zelf ook nog eventjes aan de gang? Ja, ik denk dat... ik kan dat nooit laten. Als ik echt een DJ-boot zie, dan moet ik altijd zelf een paar platen draaien. En ja, op mijn eigen bruiloft gaat dat denk ik niet ontbreken. Dus ik denk als eenmaal alles al een beetje loopt en mensen zijn al een beetje aan het dansen, dan ga ik zeker een paar platen draaien. Nou, maak er een hele mooie dag van en heel veel geluk. Ja. Dankjewel. Bye. Dag. Nou, met de muziek komt het wel goed. Nou, op de muziek feestje, komt het zeker wel goed, ja. Zien ze er gelukkig. Dus zij ziet er zo helemaal stralend. Ik ben zo benieuwd wat ze met haar gaat doen. Ja, gaan we zien maandag. Dit was het voor vandaag, RTL Boulevard. Ga ook even naar onze site, rtlboulevard.nl, voor het laatste nieuws op het gebied van entertainment. En wij zijn natuurlijk morgen weer om 6:30. Dag.